tot 30 september kan je in Natuurdomein Bosland de openluchttentoonstelling Inside Out bezoeken. Inside Out is een fototentoonstelling die wij hier in open lucht organiseren met Breedbeeld. En Breedbeeld, wij zijn eigenlijk het Vlaams steunpunt voor niet-professionele beeldmakers. En hier organiseren we dus een volledig coronaproef wandelparcours in de open lucht van 3,5 kilometer, waarlangs het werk van 34 fotografen te bezichtigen is. Het concept van de expo zit eigenlijk verstopt in de naam, Inside Out zelf. Zo ontstond eerst de oproep Inside. En met Breedbeeld daagden we eigenlijk tijdens de lockdown fotografen creatief uit om aan de slag te gaan met hun beperkte omgeving. En daarna volgde Outside, waarbij we vroegen ons beelden toe te sturen van een herontdekte buitenwereld. En hier combineren we de twee oproepen. Hechtel Exel, als groenste gemeente van Vlaanderen, is een enorm prachtige wandel- en fietsgemeente. En vandaag, heel bijzonder, kan je eigenlijk kunst ontdekken. Hè? De levensgrote fotoprins. Dat is een heel bijzondere, unieke beleving en dat is echt iets wat je moet komen ontdekken. In mijn foto's ben ik eigenlijk altijd op zoek naar het bijzondere in het alledaagse. Die kleine momenten in het leven, daar leef ik al echt voor. Het is natuur, het is kunst en het is ook technologie, want je kan via de QR-code een audioguide beluisteren waarbij dat er heel fijne verhalen worden verteld over de geschiedenis van dit domein, het Pijnven, en vooral ook over de natuur. Een van de mensen die je zeker zal horen in de audiogids is boswachter Eddy Ullenaars. Bosland is 4500 hectare aan ingesloten bos, wat groot is op Vlaamse normen. Met dit project had ik de kans is voor eigenlijk hier het domeinbos Pijnven. Voor daar zo een project mee te doen met een fototentoonstelling. Take another picture with your click 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 camera. Take another picture with your click 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 camera. Een fijne ervaring, veel mooie foto's, een mooie wandeling. Het maakt het af. Wil je zelf deze kunstzinnige wandeling ontdekken? Dat kan nog tot 30 september. Kijk dan op de website breedbeeld.org voor meer informatie.